Kameraden, kameraden. Waarom zijn jullie allemaal zo bezorgd? Wij hebben niets meer te maken met die verrader van het Sergejevskij-roem. Kameraad Wiegand is een gedisciplineerde Sovjet-schaakmachine. Haalde hij voor de partij ooit ieder kampioenschap winnen? Hij lijkt nu haast continu niet goed bij zinnen. Landverrader straffen wij hardhandig af, hij zal het merken. Wat gebeurt er als wij hem gaan tegenwerken? Als ik meneer nou eens manipuleer met keiharde hand, psychologisch door de mangel heen haal, zien wij al vroeg onze kameraad droog. Op Moskou gericht doet die korig zijn plicht. Prachtig! Feit blijft, concentratie zit er even niet in, want hij keert zijn land de rug toe voor een vrouw die ook haar redenen heeft. Zelfs een schaker houdt zijn hoofd dan niet koel, met zo'n zwaar schuldgevoel als het vrouwtje trouwens denkt dat hij niets om haar geeft. Dat wordt dus leuk als ik die dames bij elkaar zet, wacht dan maar af. Daar kletst hij zich niet zomaar uit, dat wordt pas stress, een harde les. Nog als je nant, hij probeert nog charmant excuusie te maken, maar te vergeefs. En dan komt hij voor advies en bij mij, ik zeg jongens schaak, dat is immers mijn taak. Zo komt het een meester, zet het Sovjetapparaat in actie. Wij verwachten nu een krachtige reactie, want hij moet verdomde goed gaan schaken om zijn eer te redden. Dat wordt dom met een triomf durf ik te wedden. Dus we gaan die klootzak breken tot hij om genade schreeuwt. Wij gaan hem wel eventjes molesteren, heel zorgvuldig molesteren. Want de wereld moet niet denken dat het hem niet zomaar pikt. Dat wij door zijn sprongen ineens gedwongen voor de mieze. Sovjetapparaat in actie. Wij verwachten nu een krachtige reactie. Hey! Als ik meneer nou eens manipuleer met keiharde hand, psychologisch door de mangel heen haal, zien wij al vroeg onze kameraad troep. Op Moskou gericht doet die korrig zijn plicht.
Ik zeg nu, ik was erbij. De partij werd door mij hier bepaald. En iedereen die weet door mij, hij heeft nu echt gefaald. Haak maar.